Kansen en bedreigingen door COVID-19. En wat is nu de COVID-19-uitdaging? Dit webinar heb ik opgedeeld in 4 onderdelen. Allereerst, welk probleem zijn we nu tegenaan gelopen? Daarna, wat betekent dat nu voor onze mensen? En wat betekent dat voor uw processen, de productieprocessen? Maar ook, wat betekent dat voor de performance en de prestatie van uw fabriek? En ook heel praktisch, wat kunt u nu concreet doen om een stukje verder te komen? Hoe kunt u deze uitdaging aangaan? Allereerst het probleem. COVID-19-crisis kwam heel onverwacht. En van het ene op het andere moment zaten we in een situatie waarin een enorme omschakeling nodig was. En dat is wel de vraag, waar moeten we ons nu echt op focussen? Een vraag die we uiteraard bij ICT ook gehad hebben. We hebben een bedrijf met 1500 medewerkers. En u kunt zich voorstellen als die van het ene op het andere moment moeten gaan thuiswerken, dat dat een enorme verandering is. En gelukkig waren we hier als ICT-groep goed op voorbereid. En konden we die switch snel maken. Wisten we waar onze medewerkers waren? Waren ze bereikbaar? Hadden zij de juiste thuiswerkplek? En de ervaringen die wij hebben, ook in relatie tot de contracten die we hebben en de projecten die we moeten uitvoeren bij onze klanten en hoe we dat op afstand kunnen doen, willen we graag met u delen. Ja, een enorme switch dus ineens, een probleem wat is ontstaan. Probleem wat zich kenmerkt door een veranderende klantvraag. Ineens een toename van vraag aan medische producten. Denk aan beademingsmachines, aan mondkapjes, maar ook hele bijzondere producten zoals wc-papier, waar ineens een klantrun op is gekomen. En dat betekent dan wat. Want als je die producten produceert, moet je ineens je productieprocessen verhogen om te kunnen leveren. Of juist producten die niet meer nodig zijn vanwege het sluiting van horeca, waardoor productie verlaagd moet worden. Fabrieken die uitgeschakeld worden, grenzen die gesloten worden, druk op logistieke processen vanwege de switch van winkels naar online bestellingen en voorschriften vanuit de overheid. Ja, en hoe gaan we daar dan mee om? Wat betekent dat nu voor uw mensen? De belangrijkste vraag is wel, hoe houd ik mijn medewerkers gezond, maar ook beschikbaar voor het bedrijf? Hoe kun je toch doordraaien in deze tijd? Hoe zetten we onze mensen effectief in? Belangrijk om mensen te kunnen beschermen tegen infectie, om de 1,5 meter regelgeving goed te implementeren en het verspreiden van werkplekken of thuiswerken mogelijk te maken. Maar dat is nogal lastig in een fabriek. Want hoe maak je nu thuiswerken mogelijk voor een fabriek? En zeker als het gaat voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de productie. Remote werken is daarin best wel complex. Het heeft organisatorische consequenties, technische uitdagingen, maar ook qua beveiliging is er een issue. Ja, wat betekent dat dan? Als we zo'n fabriek bekijken, dan zien we verschillende doelgroepen, zou je kunnen zeggen, die allemaal gefaciliteerd moeten worden in hun werkplek. Allereerst is daar de plant operations, het draaiende houden van het primaire productieproces of alles wat daar nu gebeurt. En dat bestaat uit maintenance medewerkers die onderhoud moeten doen. De operators die het productieproces draaiende moeten houden. Maar ook de engineers die bezig zijn met kwaliteitsverbetering of met nieuw productontwikkeling. En aan de andere kant ook contractors die onderhoud moeten doen aan bijvoorbeeld automatiseringssystemen. Of logistieke partijen die de supply chain verzorgen. En natuurlijk de klantkant die producten komt halen of de verkoop. En op deze verschillende gebieden zijn ook verschillende remote oplossingen noodzakelijk. En je ziet dat in een kantooromgeving al langer remote werken mogelijk is, maar juist in technische, complexere, operationele technologische omgevingen dat moeilijk is. Vanuit ICT hebben we ervaring hoe we dat organisatorisch kunnen regelen. Hoe we netwerk access policies ook voor fabrieksomgevingen moeten toepassen om het toch mogelijk te maken. Hoe je de juiste tools kunt inzetten om remote werken voor operators mogelijk te maken of voor engineers die operators moeten ondersteunen.
En daar is beveiliging natuurlijk een cruciaal punt. En dan herinneren we de issue van januari, waarin bijvoorbeeld vele Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar bleken voor aanvallen. Ja, en als dat dan de remote oplossing is die je gebruikt, en die werd veel gebruikt in kantooromgevingen, dan moet je er toch niet aan denken dat een remote oplossing voor uw fabrieksomgeving kwetsbaar is voor aanvallen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. En vanuit ICT-automatisering hebben we samen met onze dochteronderneming Raster daar ook een apart webinar voor opgezet. Als we dan naar de productieprocessen kijken, dan zien we dat de verandering die COVID-19 met zich meebrengt ook zorgt voor een switch in productieprocessen. Of het nu het opschalen van processen is, of het stilleggen van processen, of het veranderen naar andere type producten om te kunnen voldoen aan uw klantvraag. Het heeft nogal effect op de productieprocessen. En hoe doet u dat nu efficiënt? En na deze crisis, hoe start u dan de lijnen weer efficiënt op? Hoe komt u weer in een normaal situatie? En dan is wel de vraag, wat kunt u nu doen in deze omstandigheden? Als uw productieprocessen toenemen of uw klantvraag is toegenomen, dan is het vooral belangrijk dat u inzicht creëert in waar u staat. Inzicht in de productieprocessen. Dat kan door middel van OEA dashboarding. En natuurlijk met als doel om knelpunten op te sporen, op te lossen, uptime te verhogen. Zodat u meer productiecapaciteit kunt creëren. Zodat u meer producten kunt leveren. En u al die mondkapjes die besteld zijn kunt afleveren op het moment dat ze nodig zijn. Maar het is ook belangrijk dat wat u produceert, als uw fabriek draait, dat dat de juiste kwaliteit heeft. Dat u de eerste keer juist produceert. First time right wordt dat wel genoemd. Ook daarvoor zijn oplossingen die op een hele laagdrempelige manier in de bottlenecks van uw fabriek geïmplementeerd kunnen worden. Ja, als u dan stilstand heeft of productielijnen die op een lagere capaciteit draaien, dan komt de vraag wel naar voren, kunnen we onderhoud naar voren halen? Kunnen we onderhoud doen op dit moment? En daarvoor is het belangrijk dat de juiste onderhoudtools aanwezig zijn om dat op een veilige manier te doen. Om zo weinig mogelijk fysiek aanwezig te moeten zijn op de productievloer. En om daarin ook optimaal ondersteund te worden met de juiste onderhoudsinstructies. Daarvoor zijn standaard mobiele onderhoudstoepassingen beschikbaar. En vanuit Orange Next hebben wij een onderhoudsapplicatie, Mobile Next, die u daarbij kan helpen. Wat u ook kunt doen is, of uw fabriek nu minder produceert, stil ligt, of misschien uw capaciteit zo optimaal mogelijk benut moet worden, is een cybersecurity scan. Laagdrempelig, kleine scan. Wat belangrijk is, zeker nu in deze tijd, als we steeds meer afhankelijk worden van digitale mogelijkheden en ondersteuning, is het heel erg belangrijk dat cybersecure kan. Dat u voorkomt dat uw omgeving wordt aangevallen. En hoe kunt u nu meten waar uw zwakke punten liggen? Vanuit ICT hebben we een cybersecurity scan die u daarbij kan helpen. We hebben dat onder andere gedaan voor Schiphol of andere klanten. En we hebben zo'n scan beschikbaar en die kunnen we ook deels remote voor u uitvoeren. En natuurlijk is het belangrijk om na te denken wat als de productieprocessen straks weer moeten opstarten. Kunt u dan dat in één keer vlekkeloos doen? Bent u daarop voorbereid? En dan is ook start-up ondersteuning een belangrijk aspect. Vanuit ICT-automatisering zijn wij dagelijks bezig met start-up ondersteuning voor MES-systemen, voor SCADA-systemen, in projecten voor onder andere Friesland Campina en Danone. En deze start-up ondersteuningteams kunnen we ook inzetten voor start-up ondersteuning na een stilstand, bijvoorbeeld in deze coronacrisis. Hoe zorgt u ervoor dat uw grondstoffen weer op peil zijn? Dat
de technische systemen op de juiste manier weer in de lucht komen. Zodat u uw productieproces efficiënter op een snelle manier weer kunt opstarten. Wij willen u graag helpen om met start-up ondersteuning om dat op een vlekkeloze manier te laten verlopen. En als u nu tijd heeft en er zijn bijvoorbeeld procestechnologen van processen die stil liggen, die wat iets meer tijd hebben gekregen, kunt u die tijd ook optimaal benutten. Om bijvoorbeeld requirements vast te leggen voor nieuwe ontwikkelingen of voor nieuwe veranderingen die u wilt gaan doen. Daarvoor organiseren wij remote workshops. En natuurlijk kunnen we u helpen ook om de disaster recovery plannen weer op orde te hebben. Een standaard onderdeel van onze outsourced services die daar vaak mee bezig zijn. En die kennis kunnen we inzetten om uw disaster recovery plannen te verbeteren of nieuwe plannen op te stellen. Als we wat dieper inzoomen op OIE, dan zijn daar veel mogelijkheden. Filters, maar denk ook aan real-time inzicht. Inzicht in de beschikbaarheid van assets. Draaien ze wel, draaien ze niet? Hoeveel tijd stonden ze in storing? Maar als ik dan geproduceerd heb, is dat dan in specificatie of buiten specificatie? Hoeveel afval heb ik geproduceerd? En wat is dan het gemiddelde ten opzichte van vorige weken? Hoe presteert mijn fabriek? Dit zijn voorbeelden die standaard aanwezig zijn in het ICT OIE dashboard. Een webvariant die wij zo kunnen leveren en op een hele laagdrempelige manier kunnen implementeren. Dat doen we overigens in 20-day challenges. Dat betekent in stappen van een kleine maand. Daar kom ik straks nog wel verder op terug. En een voorbeeld, een verdieping van de cybersecurity scan die we voor u kunnen doen. Dat doen we op basis van interviews. Interviews die voor een deel ook gewoon remote kunnen plaatsvinden. En deze cybersecurity scan is gebaseerd op de NIST-standaard en de IEC-standaard. En dat geeft op een hele snelle manier inzicht waar uw zwakke plekken liggen en u moet verbeteren. Onderhoud, onderhoudsapplicatie. Denk aan asset management. We hebben een standaard oplossing om uw assets te connecten, data te verzamelen, real-time inzicht te creëren. Met Connext, een standaard cloud solution van onze dochteronderneming Orange Next. Maar ook gekoppeld met een mobiele applicatie waarin onderhoudsinstructies voor field engineers meegegeven kunnen worden naar het veld. Waarin u in het veld begeleiding krijgt, stap voor stap, hoe u onderhoudsactiviteiten moet uitvoeren. En we hebben dit onder andere gedaan voor de BAM, waar wij de gemalen op Schiphol hebben geconnect. En dat geeft inzichten die weer kunnen zorgen voor een betere prestatie van uw processen. Als we dan naar de performance kijken, dan is wel de belangrijkste vraag op dit moment, hoe kunnen wij onze digitale prestaties verbeteren? Het transformeren naar een digitale fabriek. Want was u voorbereid op deze situatie met COVID-19? En hoe snel kon u switchen in uw processen naar thuiswerken? En we zien daarin dat digitalisering van uw fabriek een cruciale rol speelt. En juist met de lessons die we nu hebben geleerd, kunnen we kijken hoe kunnen we in de toekomst slimmer werken? Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kan de wendbaarheid van uw fabriek een boost gegeven worden? Hoe kan de concurrentiepositie verbeterd worden? Focus op digitalisering en wendbaarheid is cruciaal op dit moment. Maar hoe doe je dat? Transformeer in een digitale onderneming. En wat betekent dat? Dat betekent een open waardeketen. Een flexibele productie. Een mensgerichte productie. Denk aan een productie waarbij mensen op de beste manier kunnen performen. Of dat nu via thuiswerken is, waarbij de veiligheid gegarandeerd is. Of op een veilige manier in de fabriek. En het snel kunnen introduceren van nieuwe businessmodellen. Denk aan het tijdelijk produceren van mondkapjes op lijnen die nu niet gebruikt worden voor andere processen of andere initiatieven. Denk ook aan lokale initiatieven, zeker nu de grenzen gesloten zijn. Hoe kan je dan toch inspelen op die marktveranderingen op een snelle manier, zodat je als bedrijf winstgevend kan blijven? Nou, daar zoomen we even wat dieper op in. Als het gaat over een open waardeketen,
Want als je kijkt naar de waardeketen, dan is inzicht in die waardeketen ontzettend belangrijk om snel te kunnen schakelen. Maar 80% van de supply chain processen en de data die daarbij hoort, bevindt zich buiten de muren van uw bedrijf. Ja, en hoe krijgt u dan dat inzicht? Hoe kunt u snel schakelen van bijvoorbeeld grondstofleveranciers als die niet meer kunnen leveren omdat hun fabriek stil ligt of omdat de grens gesloten is? Of hoe kunt u snel switchen van levering naar winkels tot online leveringen? En hoe zoekt u de vervoerders die daarbij horen? Inzicht in de waardeketen is daarbij essentieel. En ICT heeft een Supply Chain Insight Portal ontwikkeld om dat voor u mogelijk te kunnen maken. Zodat u op een duidelijke en gecontroleerde, tijdige manier uw waardeketen kunt visualiseren. De inzicht heeft in de informatie die daarin plaatsvindt. En dat helpt om niet alleen om te monitoren, maar zeker ook om strategische beslissingen te nemen. Om snel te kunnen inschakelen en te kunnen switchen van businessmodel. En deze Supply Chain Insight Portal is beschikbaar ook voor uw processen. En wat kunt u nog meer doen? Het creëren van een digital twin, een digitale tweeling. Dat betekent eigenlijk een digitale kopie van uw productieproces, van uw fabriek. En dit geeft mogelijkheden. Mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe wijzigingen in uw productieproces voor het switchen van naar andere producten, om dat te testen zonder dat u daarmee uw lopende productieprocessen verstoort. Denk aan what-if-scenario's, het inzetten van robots of het tijdelijk wisselen of omschakelen naar andere type producten die u nooit eerder geproduceerd heeft. En kunnen kijken wat voor effecten dat heeft op uw productieomgeving. En dit helpt ook om thuismedewerkers real-time mee te laten kijken met uw productieproces. Om in die digitale fabriek aanwezig te zijn en daar ook op te kunnen schakelen. En als u dat combineert met augmented reality, bijvoorbeeld via een HoloLens, dan kunt u niet alleen meekijken in de digitale tweeling, maar kunt u ook meekijken met de operator die fysiek aanwezig is in de fabriek. En kan de communicatie geregeld worden. Dus bijvoorbeeld remote assistentie gegeven worden. Deze combinatie van augmented reality en het digital twin blijkt een ideale manier te zijn voor het thuiswerken van OT-medewerkers, productiemedewerkers in deze tijd. En we hebben diverse projecten gedaan bij ICT waarin we dat mogelijk hebben gemaakt. En op dit moment zijn we bezig met een project voor Vallei en Veluwe. Daar wil ik heel kort iets van laten zien. Vallei en Veluwe is een waterschap en daar heeft u te maken met pompen. Pompen die natuurlijk kunnen aanstaan of uitstaan en bepaalde prestaties hebben. Hè, denk aan flow, snelheid, druk in de leidingen, etc. Deze gegevens zijn real-time te monitoren in een SCADA-systeem, net zoals u dat ook in uw fabriek doet. Maar als u aanwezig bent op locatie, in een fabriek heeft u vaak HMI-panels en op pompen zult u op de meters moeten kijken die er zijn. Maar dan heeft u niet de real-time informatie beschikbaar die in uw SCADA-systeem is. Terwijl u dat eigenlijk wel zou willen. Als we dan de combinatie pakken van augmented reality samen met die digital twin, dan geeft dat de mogelijkheid om als u een HoloLens opzet, de SCADA-informatie te plotten op wat u ziet. En hier ziet u hoe dat eruit ziet. U ziet door de groene rondjes of ovalen welke componenten in deze installatie aan zijn en draaien en welke uitgeschakeld zijn. Die zijn rood. Daarnaast ziet u bovenop de betreffende pompen of assets ook de gegevens uit het SCADA-systeem die erbij horen. Denk aan druk, aan trends, aan bepaalde spanningsvoltages, etc. Alle informatie die belangrijk is om de operationele werkzaamheden op deze werkplek uit te voeren die noodzakelijk zijn. En het is ook mogelijk om dit op afstand te kunnen bekijken. En om dat aan u te laten zien, hebben wij een demo gemaakt. En daarvoor willen we nu omschakelen naar
de bijkeuken van Oscar Reinoud. Die heeft daar een cv-ketel. En we hebben een scenario bedacht waarin we die cv-ketel gaan onderhouden en op de juiste druk de leidingen zullen gaan brengen. Vandaag gaan we onderhoud plegen aan het cv-systeem. We gaan controleren of de waterdruk in het systeem, of dat hoog genoeg is. En dat gaan we doen met behulp van een HoloLens en Microsoft Guides. Met Microsoft Guides kunnen we vooropgenomen stappen worden getoond aan iemand die ter plaatse onderhoud moet plegen. Mijn eerste stap, zoals je ziet, is op het display controleren wat de waterdruk is op dit moment. 2,2 bar. Nou, volgens de specificaties is dat te laag, dus we moeten verder. Volgende stap. We gaan controleren of het externe en interne systeem goed op elkaar aangesloten zijn om te voorkomen dat we een waterpalet krijgen. Met HoloLens heb ik 2 handen vrij en kan ik veilig werken. De volgende stap. We moeten de kraan van het interne systeem openzetten. Ik heb een schematische weergave meegekregen van de installatie. En hier krijg ik dankzij een hologram exact te zien waar de kraan zit die ik moet opendraaien. Het interne systeem is geopend. De volgende stap. Het externe systeem. Voor het externe systeem hebben we voor dit type installatie een waterpomptank nodig. Een grote tank. Laat ik die nou toevallig eentje bij me hebben. Dus die kan ik gebruiken. Oh wacht. Dit systeem is anders dan volgens specificaties. Want hier zit een kraan op en heb ik helemaal geen tank nodig. Ik mag nou niet verder gaan. De instructies vertellen mij dat ik een expert moet raadplegen. Die is hier niet. Maar gelukkig kan ik die benaderen. Daarvoor gebruiken we een andere toepassing. Dat is een Remote Assist. Een soort Teams voor de HoloLens. De omgeving wordt nu gestart. En dan zal ik eens kijken of Leendert-Meinders beschikbaar is om mij op afstand support te kunnen leveren. Daar is Leendert. Laten we eens bellen. Met Leendert, goedemiddag. Hey Leendert, met Oscar. Ik ben hier bij de installatie om onderhoud uit te voeren. Ja. En ik heb een probleem. De installatie is anders dan wat ik in mijn beschrijving heb zitten. Oké. Hey, ik heb hier een kraan zitten, terwijl volgens instructie ik een sleutel had moeten gebruiken. Kun je me helpen? Oké, even voor de zekerheid. Bedoel jij deze kraan hier? Ja, precies. De aanvoerleiding, inderdaad. Ja, oké. Ja, dan zie ik het al. Er zijn 2 typen van deze ketels. Dat is nummer 25 en nummer 30. Welk type heb jij? Ik sta nu bij een nummer 25. Ah, oké. Okay. Als je nummer 30 hebt, dan moet je een aparte koppeling aan monteren om die kraan erop te kunnen zetten. Maar bij het type 25 is die al voorgemonteerd. Dus daar zit standaard al een kraan op. Dus dan kan je deze stap overslaan. Ik heb wel een instructiemanual waarin de stappen voor jouw type precies beschreven staan. Oh, dat is heel fijn. Zou je die kunnen sturen? Ja, dat zal ik even doen. Ik ga hem even opzoeken. Even kijken, dat is deze. Dan stuur ik jou die nu even op. Als het goed is, is hij onderweg. Ja, ik hoor hem. Ah, inderdaad, hier staan allebei de types in. Deze had ik nog niet. Nou, dankjewel. Hiermee kan ik verder. Uitstekend, heel goed. Nou, heel veel succes verder dan. Komt goed, dankjewel. Hoi. Ja, dankjewel. Nou, dit was even een korte demo. Oscar, zou jij iets meer kunnen vertellen over welke functionaliteiten wij gezien hebben? En waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben is, wat is nou het verschil? Want volgens mij zag ik hier een HoloLens 2 met een HoloLens 1 eigenlijk. Ja, nou, wat wij gezien hebben zijn 2 standaard producten die Microsoft aanbiedt voor de HoloLens. HoloLens 2 meer specifiek. Om even met het laatste deel van het filmpje te beginnen. Daarin zag je dat een
iemand in het veld, in een fabriek bijvoorbeeld, nou in dit geval in mijn bijkeuken, ondersteuning krijgt van iemand op afstand. En feitelijk is dat een soort Teams-verbinding of een Skype-verbinding. Linder zit hier aan de andere kant ook in zijn gewone Teams-omgeving en ontvangt die call en kan dus annotaties maken in een echte 3D-omgeving. Dat zag je met het pijltje wat hij deed. Dat verscheen voor mij echt in de diepte op de plek waar het voor mij relevant was. Hij kon ook informatie doorsturen, zoals die instructiehandleiding die je zag. Waar ik mee begon in het filmpje, dat was eigenlijk een nieuw product. Dat wordt ook alleen maar op de HoloLens 2 ondersteund. Dat is Microsoft Guides. En dat laat je eigenlijk instructies maken op voorhand. Dus je kunt een soort van vooropgenomen instructies delen. En dat is uiteindelijk een veel schaalbaardere manier. Dat is iets waar lang op gewacht is en naar gezocht is. Want dat betekent dus ook dat je meerdere mensen in het veld tegelijkertijd deze ondersteuning kunnen krijgen. In verschillende tijdzones in de wereld zelfs. Het maken van deze instructies is overigens een complete low-code of zelfs no-code actie. Het is echt letterlijk het plaatsen van hologrammen in 3D op de goede plek en dan de volgende stap opzetten. Dat is echt minutenwerk in ieder geval. Ja, en dan je volgende vraag. Wat is nou eigenlijk het verschil met die HoloLens 2? Ja, hij is nu echt nog splinternieuw, officieel nog niet in Nederland te krijgen, maar we hebben zo onze kanalen ondertussen. Ik denk dat het belangrijkste verschil is eigenlijk het comfort. Het is compleet te gebruiken in combinatie met persoonlijke veiligheidsmiddelen, zoals een helm en een bril. Je kunt ook het klepje wat voor je gezicht zit, kun je opklappen zodat je een nog beter zicht hebt. Maar het belangrijkste is toch wel dat het de learning curve waanzinnig laag is. Je hoeft niks speciaals te doen in het filmpje. Zelfs in het frame was laatst zagen. Zie je mijn hologrammen aanraken. Je kunt vergroten, verkleinen. Het is super intuïtief om mee aan de slag te gaan. En dat was dan ook meteen een van de redenen in het aantal voorgaande projecten die we met de vorige HoloLens deden. Dat we die toch on hold gezet hebben. Omdat we zagen dat de operators het nog te complex vonden. Maar die drempels zijn nu in ieder geval weggenomen. Ja, fantastisch. Nou, goed om te horen. Dus eigenlijk kunnen we op een hele laagdrempelige manier nu remote assist toepassen door assistentie te geven, maar juist ook met zo'n guide mogelijkheid de werkinstructies beschikbaar stellen, waarbij je niet afhankelijk bent van een remote medewerker of die wel of niet aanwezig is. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. En juist ook die koppeling met een SCADA systeem, als je die combineert met deze functionaliteit, dat is uitstekend. En ja, ik denk dat we vanuit ICT-groep zeker op korte termijn in kleine stapjes u als klant hierbij kunnen helpen. Dus als u zegt van hey, dit wil ik ook. En juist in deze COVID-19 tijd lijkt mij dit een ideale manier om eens met mijn fabriek de combinatie te maken met een digital twin. Dan is dat zeker een mogelijkheid. Ja, dankjewel Oscar voor de toelichting. Eigenlijk als we dan kort samenvatting vatten voor deze webinar, dan kunnen we wel zeggen, wat kun je nu leren van de huidige situatie? Maar juist ook, hoe creëer je een flexibele manier van werken? En hoe benut je de kansen die er nu ook liggen, zonder dat daarvoor gelijk grote projecten en grote investeringen nodig zijn? Was u voorbereid als fabriek? En hoe voorkomt u dat u de problemen waar u nu tegen aangelopen bent, voorkomt in de toekomst? Belangrijk is, maak een noodplan. Zorg ervoor dat u voorbereid bent. Dat u uw digitalisering op orde heeft, zodat u snel kunt schakelen. Snel kunt reageren op marktveranderingen door productieprocessen om te schakelen. Maar ook snel kunt veranderen op persoonlijke omstandigheden, waardoor mensen niet meer in het productieproces aanwezig hoeven zijn, maar vanaf een kantoor of vanaf thuis kunnen werken, zodat u de veiligheid van uw medewerkers kunt garanderen. De gezondheid van uw medewerkers. En inzicht in de waardeketen, zodat u snel kunt schakelen van vervoerders of naar andere alternatieve grondstofleveranciers, zodra de markt om u heen verandert of de grenzen gesloten worden. Maak uw medewerkers op die manier digitaal sterker en betrek uw klanten op een krachtige nieuwe manier om de switch te kunnen maken naar online leveringen
om de switch te kunnen maken naar remote werken. En ICT heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan hoe u dat kunt doen. En die ervaringen willen we graag met u delen. Maak uw gebruik daarvan en benader ons gerust om eens verder te praten over concrete mogelijkheden voor uw situatie. Ja, dan wil ik nu naar de questions and answers. In de Q&A mogelijkheid zijn diverse vragen gesteld, ook al diverse beantwoord. Maar misschien is het leuk als we nu in deze webinar ook één of twee vragen behandelen. Er is inderdaad een goede vraag binnengekomen. Dat installaties op verschillend zijn uitgevoerd op verschillende fysieke locaties zijn. En of er iedere keer een andere omgeving gecreëerd moet worden voor deze installaties. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de installaties die fysiek op verschillende locaties liggen en verschillend zijn. Daarbij was het in het verleden zo dat dat best wel complex was als je dan ging automatiseren. Want waar zet je dan je automatisering neer? Doe je dat dan op locatie bij iedere installatie? Of in een centrale serverruimte? Wij werken tegenwoordig ook veel op met cloud-based solutions. En dat biedt de mogelijkheid door verschillende installaties en dan onafhankelijk van de technische specificaties die die installaties hebben, te connecten naar een cloud platform. En daar is een hele bibliotheek aan mogelijkheden beschikbaar die u dan kunt inzetten. Dus real-time process optimalisatie is daar één van. Maar andere voorbeelden zijn ook bijvoorbeeld cognitive search, waarbij u een soort search engine of een soort Google, zeg ik maar, over al uw informatie heen kunt zetten. Maar het is dus niet meer noodzakelijk om voor iedere installatie apart deze oplossingen te implementeren. We hebben een standaard connectieplatform, dat heet Connext, en dat kan al die verschillende platformen met verschillende specificaties connecten aan standaard oplossingen in de cloud. En daar kunnen wij dan deze standaard oplossingen inzetten. En dat is ook het mooie met een 20-day challenge. En 20-day challenge houdt eigenlijk in dat we in 20 dagen, dat is dan het principe maar een kleine maand, een resultaat voor u realiseren op basis van standaard componenten. En de ICT-groep heeft als dochteronderneming Orange Next. Dat is een productorganisatie die standaard componenten, cloud-based, op de plank heeft liggen, die wij kunnen inzetten voor uw business cases. En die business cases kunnen bijvoorbeeld zijn het real-time process optimalisatie, waarin wij voor een specifiek bottleneck in uw productieproces een kunstmatige intelligentie algoritme inzetten, daarop laten draaien, waardoor we de real-time, de verbanden kunnen zien tussen de instellingen die uw lijn heeft en de kwaliteit die uit de lijn komt. En real-time advies kunnen geven. Hoe kunt u uw instellingen nu optimaliseren om ervoor te zorgen dat u first-time right produceert. En dit zijn van die kleine overzichtelijke stappen die wij kunnen uitvoeren in een 20-day challenge. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het realiseren van een supply chain insight dashboard. Of de mogelijkheid om voor onderhoud mobiele werkinstructies te doen. En zo zijn er vele, vele meer mogelijkheden. Eigenlijk zie je qua automatisering dat er verschillende manieren zijn waarop bedrijven op dit moment in dit proces zitten. Er zijn fabrieken die kiezen voor on-premise oplossingen. Dat betekent oplossingen die in hun eigen serverpark of op hun eigen omgeving draaien. Dat kan. Maar als je fabrieken hebt die bijvoorbeeld door overname sterk van elkaar verschillen. En het zijn er meerdere wereldwijd. En ICT is op dit moment betrokken bij diverse van dat soort projecten. En die wil je gaan automatiseren. Dan is dat een enorm complex en kostbaar project. En wat we kunnen doen is door juist met behulp van standaard connectoren, standaard templates, fabrieken te connecteren aan een cloud omgeving en daar oplossingen beschikbaar te stellen.
Dat kan ook wel voor een deel zelfs vervanging zijn van mesh-systemen of mesh-functionaliteiten. Voor planning bijvoorbeeld, of voor analytics, voor rapportages, maar ook voor een deel voor werkinstructies en procesexecutie. Dan kun je dat generiek doen voor alle fabrieken, ondanks dat die sterk van elkaar verschillen. En dat is inderdaad configuratie op basis van templating en standaard connectors. Ja. Goed, dan wil ik hiermee het webinar beëindigen. Alle hartelijk dank voor uw deelname. Wil u nu meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen. Mijn contactgegevens staan hier. U kunt mij bellen, u kunt mij mailen. U kunt ook uw reguliere contacten binnen ICT natuurlijk benaderen. Alle hartelijk dank en tot het volgende webinar.